Dit keer ben ik weer afgereisd naar België om een verlaten ziekenhuis te bezoeken. Helemaal door de bossen, niemand om je heen. Het bereik van de telefoon is ook gewoon gigantisch weg. Nu is dit niet zomaar een ziekenhuis. Dit ziekenhuis staat bekend om zijn psychische patiënten. Er zijn vele rare dingen in het ziekenhuis gebeurd en ik wou dit wel eens van dichtbij meemaken hoe dit voelt. Nee, op dit moment zijn we aangekomen bij de locatie en kijk, dit is de ingang van dit verlaten psychisch ziekenhuis. En ik heb de geschiedenis opgezocht en eigenlijk kwamen wij in de auto erachter dat het zoiets was. Het is best bizar. Ik krijg zo'n raar gevoel. What the fuck? Deze kluis. Maar ze hebben deze geprobeerd open te maken. ABC, denk ik. Dit is die ABC. Jezus, gasten! Godverdomme! Nederlands? Nederlands. Ah, iets spreekt een bitch in Nederlands. Ah, perfect. Goed zo. Hey, maar wat is er nou net gebeurd? Ja, ik schrok je helemaal de tering. We lopen hier lekker rustig. En de een op de andere dag staan hier twee gozers voor ons. Ja, ik heb het op GoPro. Dus hij schrok zich helemaal de tering. Ik schrok ook gelijk van zijn reactie. Lekker. Oh, mijn bril gaat. Fucking hell. Hallo? Ik me verteld, ja. Ja, wat jullie er net hebben verteld, ze proberen ons net weer te laten schrikken. Wat ik denk, want ze zijn hier met 12 man of zo, ja, 10 man zijn, totaal. Dat ze ons nu juist laten schrikken. Dat zou goed kunnen, ja. Wij zijn maar met z'n drieën, hun zijn met z'n tienen. Ja. Wat gaan we doen? Ik zeg wel door. Een paar uur later werd het alweer licht. Ik heb direct mijn drone gepakt en ik heb deze vette beelden gemaakt. Ongeveer 5:30, dat is een mooie tijd, weet je, het zonnetje komt straks ook op. Ik weet trouwens niet of de zon doorbreekt hier vandaag. Ja, dat is 20 graden nog. Oh, nou dat is lekker. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Kijk dit uitzicht, jongens. Feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean. Bonjour. Voel je? So. Ja, probeer maar. Er zijn er meerdere die daar naar boven zijn geweest. Holy fuck! Ja, maar dat bedoel ik. Ik wil even naar boven een shot. Zou ik gaan? Nou, op dit moment gaat zeg maar Dennis gaat even kijken of dit een veilige positie is. Oh.
Holy shit. Dan moeten we dan. Hoppakee. Op naar boven. Zijn de tassen er nog? Oh shit. Ja. Dit is wel kut. Hai. Wat een uitzicht, jongens. Het regent door, Las. Ja. Rustig aan. Ook ik dacht dat ik ging haasten voor jou. Kijk, moet ik jou weer een verhaal vertellen, hè? Kijk, ik heb bij de Duitse Luftwaffe gevlogen. Ik wou zeggen, we gaan erop, maar we zitten nog steeds op 4 hoog. Ja. Hier komt iemand erboven. Ga niet naar de weg. Nu. Nee, je moet de auto naar Duitsland. Duitsland. Daar komt iemand erboven. Hè? Wacht. Hallo? Ik kom echt in de beugel. Kom. Wat? Hier. Maar, wat we dus net allemaal gezien. Oh, wat ben ik wit. Ben ik echt zo wit van het schrikken? Of is dat gewoon op camera? En ik heb het op GoPro, geloof ik. Dat moet ik thuis even uitzoeken. En ik weet niet of iets geluid heb opgenomen. Dan kunnen we echt letterlijk horen wat er gebeurde. Maar het gekke is, waar hoorde zeg maar een. Wat jij? Een deur klappen boven? Ja, voor ons. Voor ons, boven voor ons. Maar we hoorden een persoon lopen in het trappenhuis, res achter ons. Dat is het gekke. En ik kan het niet verklaren. En nu hoor je helemaal niks meer. Alles is weg. En het is precies die deur waar meerdere YouTubers al van hebben gezegd: er is iets mee. Ja, maar ja, zit er niet echt structuurvet nog in? Nee. Kantine. Dit is echt alles behalve leuk. Ik had thuis op de bank Watch Dogs kunnen spelen. Loop ik in het later psychisch ziekenhuis. Doe dan. Ik wou dat mijn kijkers tevreden waren met een video dat ik mijn brood smeer. Hallo. Dit is weer het trappenhuis. Dit is ook gebarricadeerd, of niet? Gast. Alsjeblieft. Oh. De deur. Maar, hey, kunnen we alsjeblieft hier... Eigenlijk moeten we nu naar de achterkant lopen. Moet er gaan komen! Maar we hoorden dus serieus nu weer iemand lopen, hè, toen jij riep. Ja. Hij deed zeg maar... Ja, nee, je hebt het zelf gehoord. Hij deed heel erg fluiten en we hoorden weer iemand lopen. Maar ik heb een idee.
Wat nou als we daar gaan staan, heel hard roepen, achter bosjes of zo gaan zitten, mensen gaan naar buiten kijken, waar kwam dat vandaan? Oh, kutregen. Sorry. Dat werkte wel even, dat powernappie van 2 uur. Ja. Dat heb even goed geholpen, wij waren hartstikke moe. En we hadden het echt even nodig. Na wat er vannacht en alles gebeurd was, ik weet het niet meer. Maar goed, we zitten nu in de auto, we zitten in Luik, we gaan nog wat locaties doen, maar die komen niet in deze video. Er komt waarschijnlijk weer een andere video van, als de locaties lukken, maar we gaan eerst eten. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Vrij weinig. Nou, dit ga ik er zelfs uitknippen. Maar mocht je natuurlijk de video leuk hebben gevonden, en dat hoop ik wel dat je dat hebt gedaan, want maar ik vond het in ieder geval ontzettend spannend, dit hele avontuur. Natuurlijk een duimpje omhoog, abonneren voor meer, want dit soort video's gaan gewoon om de 2 weken komen er bijna dit soort video's online. Dus dat houdt in dat we, dat er echt wel nog heel veel gaat komen. Ik zou zeggen, ja, ik zie jullie gewoon graag terug bij de volgende video van het kanaal Jeff Movies. En ik was Jeffrey en jullie presentator. En kaart.